Tijdens de wintermaanden kunnen er open plekken op je gazon ontstaan. Je kunt hier gewoon wat graszaad op uitstrooien en door nog wat mest te gebruiken heb je een nog beter resultaat. En wat heel goed is voor je gazon is het dagelijks maaien van het gras. En met een robotmaaier hoef je er helemaal niet meer over na te denken. Die maait steeds hele kleine stukjes van het gras af en al die kleine stukjes valt ertussen. En dat is een natuurlijke voedingsbron voor je gazon en daar krijg je een supervolle en strakke grasmat van.